heren. Welkom. Welkom in de Frits Philips Arena. Waar we vanmiddag een historisch, op voorhand al historisch gevecht gaan meemaken. Over 4 ronden. Met als inzet de titel burgemeester van Eindhoven voor 6 jaar. En een geldprijs van 125.500 euro per jaar. Exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere emolumenten. In de linkerhoek. In zijn eerste grote professionele gevecht. Burgemeestersgevecht. De ongeslagen kampioen uit Purmerend en omstreken. Give him a hand. Leen the underdog Verbeek. Yes. En aan de andere linkerkant. In zijn gevecht. Enkele jaren geleden verloor hij op punten. Van Alexander the Businessman Suckers. Maar hij is nu volkomen afgetraind en uitermate gemotiveerd om terug te komen. Laat het hem horen. Rob, oh, die ken ik wel, Van Gijsel. Heren, ik wil een eerlijk gevecht, maar wel een gevecht. Ja? We zullen strenge regels toepassen, maar er is veel toegestaan. Alleen bijten onder de gordel bestraffen we direct. Ik wens u een fijn gevecht en let the best man win. Heren, welkom. Zit u lekker? Beter dan de vorige keer. Beter dan, ja, we dachten we doen niet van die gekke designkrukken, maar gewoon iets waar je met je achterste goed op kan zitten. Heren, even gewoon. Hoe vond u die opkomst? Indrukwekkend. Ik had liever die handschoenen zelf aangehad, maar voor de rest uitstekend. Ja. Nou ja, ik vroeg me af, we hebben op voorhand u gevraagd, beiden, of u die opkomst voor u ons zou willen doen, à la Rocky Balboa, om een beetje theatraal die gevechtssfeer uit te beelden. Maar we begrepen dat u daar geen zin in had. En ik vroeg me alleen af, wenst u daar nog commentaar op te leveren? Heb ik eigenlijk al gedaan, denk ik, hè? Wat, ja? Mijn commentaar heb ik al gegeven, de zaal heeft... Je had er wel zin in. Tuurlijk. Nou, hier. Die mag je gebruiken als je daar zin in hebt. Ook één? Geef mij dan de rechter. Oké. Okay. Hij heeft de rechter. Het toeval bepaalt veel in deze tijd. Op uw tafel even staan een drietal attributen. Die maken alle drie lawaai. Kun je iets laten horen? Ja, en daar? Hij doet het niet. Ja, nou, dat is een kwestie van techniek. Oké, al die drie die staan voor 1 interruptiebeurt. Mogen alle drie maar 1 keer gebruikt worden. Dus je hebt 3 keer de mogelijkheid om in te breken bij ons, bij mij, bij je tegenstander. Ja, op is op. Heren, even een korte kennismaking. Ik stel u ja-nee vragen. Dus het antwoord is ja of nee. Je mag 1 keer passen. Rookt u? Links. Nee. Heeft u ooit gerookt? Ja, tot mijn 11e jaar. Tot mijn 11e jaar. En ja, ik nog wel later. En af en toe gestopt en weer begonnen. En hoe lang rook je nu niet? Ik loop marathon, dus dat past heel slecht. Dus ik heb nu in oktober de marathon gelopen, de halve hier. Dus dat maar hoe lang rook je nou niet? Nou, echt roken een jaar of 5. Oh, een jaar of 5. Drinkt u? Ja. Ja. Oké. Okay. Dan is de vraag, heeft u ooit gedronken? Niet relevant. Bloot u? Bloot u? Nee. Droomt u? Bloot u? Bloot u? Nee. Nee, heeft u ooit gebloot? Nee, niet echt. Niet echt? Nee. Okay. Niet. Ja, met roken niet, dus wel. Ja, er zat in de kamer iemand die blootte. Nee, en dan heb nooit gebloot. Nooit gebloot. Als je niet gerookt hebt, is het moeilijk om te blowen. Ik heb er overigens geen bezwaar tegen als mensen dat doen. Oké. Dit was de Obama-vraag. Vinden jullie eigenlijk dat iemand die gebloot heeft burgemeester in zijn jeugd burgemeester van Eindhoven kan worden? Ja hoor, daar zie ik geen reden. Geen probleem. Geen probleem. We zullen Armand vragen om de volgende keer te solliciteren. Moet er geen probleem zijn. Sonja Bakkert u? Nee. Nou, dat is voor mij niet verstandig, want er blijft er niet veel over. Oké. Heeft u ooit gesonja bakkerd? Nee, ook nooit. Ook nooit. Gaat u ooit sonja bakkeren? Ik zou het niet weten.
Ook niet. Vindt u mij zo dik dat het nodig is? Nee, nee, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Je bent burgemeester straks en dat is veel eten en drinken en zo. Ik ben, ik ben al 5 jaar burgemeester en dan zie je er zo uit. Oh, dat is waar. Daar zit de familie van burgemeester Verbeek. En dat is een hele goede familie. Ja, ja, ja. Kijk je ooit naar Boer zoekt vrouw? Ik heb het 1 keer gezien. Ja, ik vond het echt heel indrukwekkend toen ik hoorde wat voor kijkcijfers dat waren. 3,5 miljoen, begreep ik. Hadden wij die maar. Dat is... Ja, hadden wij die maar, hè? Ja, ja, ja. Kijk je wel eens naar Boer zoekt vrouw? Ik werkte bijna elke avond, dus ik heb het niet gezien. Okay. Ik ken het programma wel, maar ik heb het niet gezien. Ja. Zou burgemeester zoekt vrouw iets voor je zijn? Ja, want ik ben alleen. Ja, daarom. Dus als er nog kandidaten zijn in de zaal... Mensen kunnen onmiddellijk reageren. Nog even een kort rondje. Favorieten. Ja? Uw favoriete regeringsleider internationaal? Oei, daar zegt u wat. Ik was onder de indruk... Ik ben zelf erg onder de indruk geweest van Kennedy in de tijd. Later Clinton. Ja. Dat was eigenlijk de vraag dode regeringsleiders. Clinton. Oké. Okay. Nou ja, dan zit ik eerder bij Nelson Mandela. Nelson Mandela, oké. Omdat hij echt partijen bij elkaar wist te brengen. Ja, oké. Ja, we zijn een beetje uit op de verschillen en die komen misschien langzaam tevoorschijn. Favoriete burgemeester in Nederland? Ik werk nu heel prettig samen met Cohen en ik ben onder de indruk van zijn capaciteiten. Oké. Cohen en Gert Leers. Oké. Uw favoriete... Ja, Cohen en Gert Leers, dat mag. Voor mij die laatste niet. Oké, laatste niet. Favoriete muziek-cd? Poeh. Dat vind ik altijd lastig. Denk even na. Daar wordt Ja? Ik ben muzikaal aan alles eten. Op dit moment draai ik in mijn auto veel weer Crosby, Stills, Nash & Young. Oké. Ja, als ik zit kijken wat ik een heel mooi nummer vind. Dat is een nummer van Freddie Mercury met Barcelona. En dat gaat over het leven. Dat is het eind van zijn leven. Dat is een ontzettend mooi nummer. Met een operazangeres waarvan ik de naam niet meer... Ja, die beelden die heb ik ook nog voor me. Favoriete eten of gerecht? Ja, daar zeg u wat. Ik ben ook weer zo'n alleseter die alle restaurants afloopt. Maar... Nee, maar als je jarig bent, wat wil je dan eten? Oh, dat wil ik wel verklappen. Als burgemeester eet je nog alles uit. Dus als ik het voor mezelf mag koken, en dat doe ik in de praktijk, dan maak ik weer even ouderwets Hollandse pot, omdat ik daar zo weinig aan toekom. Hollandse pot? Ja. Nee, ik hou wel van lekker Italiaans eten. Het ziet er mooi uit en het is ook bovendien altijd lekker. Maar als ik gewoon even in Nederland iets snel zou... Italiaans noemen ze gerecht. Ja, ik ben vegetariër. Dus ik wil graag ook vegetarisch gerecht. Ja, maar echt vegetarisch? Geen vis? Geen vis en geen vlees. Okay. Dat al heel lang. Principieel? Nee, eigenlijk... Emotioneel? Niet emotioneel. Als kind had ik dat al en ik heb eigenlijk nooit om vlees gegeven. Okay. Dus hier zit een verschil, want als ik een koe zie, dan zie ik een biefstuk. Kijk. Favoriete Nederlandstalige zanger? Oei. Oei. Heren, u bent toch voorbereid? Nou, u had mij niet verteld dat u mij dat ging vragen. Er ontstaan onmiddellijk weer lijstjes. Voor mij is Guus Meeuwis. Guus Meeuwis. Ja, daar zat ik aan te denken, dus die is nu weggekaapt. Maar goed. Noem een ander. Niet te lang, heren. Nou, nee, kijk, het hangt een beetje van de stemming af waar je in zit. Bij ons in de regio nu. Is Jantje Smit op dit moment heel populair. Ja, dat je mee kan zingen. Tuurlijk, Jantje Smit. Ja. Volendam. Favoriete Nederlandstalige zangeres? Ja, in jouw geval zou ik Lenny Koer zeggen. Die ken ik nog van vroeger. Lenny Koer, nou dat is heel leuk. En verder? Ik heb niet specifieke favoriete zangeres. Nee? Annie Schilder? Nee. Oh, nou, komt ook uit de buurt. Favoriete voetbalclub? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is PSV. PSV. Ik ben het type supporter die niet hangt aan een club, maar aan de kwaliteit van het spel. Ik ga de boel niet voor de gek houden dat ik me ineens PSV-fan noem. Want dan had ik hier de afgelopen 10 jaar op de tribune moeten staan en dat heb ik niet gedaan. Oké, Volendam. Dat zou flauw zijn. Nee, niks geen Volendam. Oké, duidelijk antwoord. Vakantiebestemming, favoriet? Italië. Italië. Mijn laatste bestemming was Galapagos en Ecuador de Andes. Ja, zo. Heel mooi. Is heel mooi, is een aanrader. Ik ben een wereldreiziger, ik heb alle werelddelen inmiddels al gehad. Dus ik reis graag en veel, maar alle bestemmingen zijn mij goed. Oké, favoriete vrije tijdsbesteding? Nou, de vrije tijd voor mij gaat op aan het burgemeester spelen, maar ik heb ook wel hobby's. Dus ik vlieger bijvoorbeeld veel, ik ben motorrijder. Vliegeren? Ik bouw scheepsmodellen. Ik ben een verhalenverteller als hobby, dus ik heb een hele reeks hobby's. Als ik vrije tijd heb, dan besteed ik die daar. We hebben nog een paar leuke verhalen die je kunt vertellen. Favoriete vrije tijdsbesteding? Ik heb er net al iets over gezegd. Marathon? Ik heb vanochtend alweer hard gelopen en ik kook graag en ik tuinier graag.
Jullie koken allebei graag, begrijp ik. Nou, daar maken we er een kookshow van. En tenslotte je favoriete talkshow. Spam, dat kan haast niet anders, hè? Ja, maar dat zou je als ik het je gisteren had gevraagd. Ik kijk graag naar shows als De Wereld Draait Door. Ja. Ik kijk ook wel naar Pauw en Witteman, dat zijn shows. Ja. Ben je er al geweest? Pauw en Witteman ben ik geweest. Ja, ja. Ja, en hij ook trouwens. Ja, jij ook. En ook bij BNN zag ik van de week. De Wereld Draait Door. Wat een slecht programma, zeg. Nou, slecht humor, hè? Ja, ik heb niet gelachen. Dat had ik ook wel. Dus daar moet dus nog wat aan doen. Ik vind overigens dat de praatprogramma's in Nederland aan kwaliteit aan het afnemen zijn. Dus er mogen best wel een keer nieuwe impulsen komen. Oké. Okay. Heren, de drie dingen zijn duidelijk. Er liggen ook nog wat enveloppen. Die mag je openmaken op het moment dat ik het zeg. En dan ga ik nu mijn eerste gast aankondigen. Mijn eerste gast was in 2005 Hogeveener van het jaar. Huh? Hogeveener van het jaar. Nou, Hogeveen ligt in Drenthe, dat is een plaats. Voor de mensen die geen aandachtskunde in een pakket hebben. En hij woont nu inmiddels in Eindhoven in een veel te klein huis. Hij was daar in Hogeveen directeur van theatercongrescentrum De Tamboer. En is nu in Eindhoven directeur van het Parktheater. Dat ooit Stad Schouwburg heette. Een hartelijk welkom voor Giel Pastoor. Giel Pastoor, welkom. Ja, schud de burgemeesters de hand, schud mij de hand, ga zitten. Heren, een glaasje water. Nou, ze hadden eigenlijk, weet je wat, als er nou nog een karaf komt, laat ik deze hier staan. Laat ik deze... Hoppa. Nou, er zijn altijd leerpunten voor de volgende show. Glaasje voor Giel, glaasje voor mij. En glaasje voor de burgemeester. Karafje links, karafje rechts, alsjeblieft. Giel Pastoor, man van het jaar in Hogeveen. Hoe gaat zoiets? Wat zeg je? Hogeveen. Ja, Hogeveen, dat zou ook een vrouw kunnen zijn. Hè? Hoe gaat zoiets? Dat is een prijs die ze uitreiken in Hogeveen. Er zijn een aantal mensen van de jury die dat beslist. En die kijken naar een jaar van die dag wat betekend zou kunnen hebben voor de stad. Ja. En wij vonden als theater dat we dat gedaan hadden. En toevallig kreeg ik de prijs. Omdat dat we dat heel theater gedaan hadden. Als team? Ja, 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 en dat snap ik. En ik heb er zo'n beker aan overgehouden. En het was goed voor... Ja, leuk feestje. Voor bescheiden, ja. Ja. Kunnen ze een beetje feesten in Hogeveen? Het duurt even dat het op gang komt, maar dan doen ze het wel. Oké. En dan is het ook echt. Ja. Ja. Maar je moet toch wel wat gedaan hebben, denk ik, om Hogeveener van het jaar te worden. Ik las dat je in 5 jaar tijd het toeschouwersaantal van de Tamboer verdubbeld had ongeveer. Laten verdubbelen, ja, dat is mooi gezegd. Nee, toen ik kwam had het ongeveer 54.000 bezoekers. En toen ik wegging, toen waren het ongeveer 110.000, 112.000 per jaar. Ja. Betekent dat je dan in de theaterwereld opvalt? Ik bedoel, er zijn van die theaters die eruit springen door groei, door kwaliteit. Je valt op door bezoekersaantallen, maar vooral ook door alle andere dingen die je doet met elkaar. En dat je probeert zo'n stad een beetje levendig te maken. Het is niet echt een... zeer culturele stad. We proberen veel mensen naar het theater te krijgen. En die gaan dan naar buiten toe en die hebben iets meegemaakt. En dat individuele gevoel vind ik net zo belangrijk als die 100 of 150. Gaat het dan net zoals bij het voetbal? Dat als je eruit springt dat er telefoontjes komen, dat er gelobbyd wordt, dat Rotterdam belt en zegt van... zou je ervoor voetballen? In Rotterdam belde niet. Nee, maar bij wijze van spreken. Je valt wel op omdat je een theater hebt wat op orde is en wat goed loopt en wat leuke, spannende dingen doet. Maar het is meer ook een beweging vanuit jezelf dat je rondkijkt wat er gebeurt. Je bent in het land. Gevraagd voor Eindhoven of je hebt gewoon gesolliciteerd? Nee, zoals iedereen wist ging Fons Bruins weg met pensioen. Ja. En er stond een vacature en iedereen die wilde kon reageren. Maar we wisten al 10 jaar dat Fons Bruins wegging. Had je op voorhand al wat gelobbyd? Nee, dat was 10 jaar geleden niet meer bezig. Nee, drie jaar geleden? Nee, was niet meer bezig. Ik heb gewacht tot die vacature kwam, toen heb ik gereageerd en een aantal rondes ben ik het geworden. Oké, dan kom je in Eindhoven. Dus, hoeveel bezoekers heeft Eindhoven? 282.186. Per jaar? Op dit moment, ja. Gemiddeld? Nee, per jaar. Per afgelopen jaar. Ja, dat is nogal een schaalverschil met Hogeveen. Hoeveel voorstellingen deed Hogeveen? 300, hier doen we er meer dan 500. Meer dan 500. Ja. Dan kom je als nieuwe man in zo'n theater en dan zie je van alles. Meestal, hè? Ja. Dan, wat trof je aan? Wat ik aantrof, wat iedereen zou kunnen aantreffen als die binnenkomt. Een prachtig nieuw gebouw met een geweldige nieuwe zaal waar heel veel mogelijk is. Een fantastische organisatie, hebben heel hard gewerkt.
eigenlijk doorgewerkt tijdens de verbouwing. De winkel was gewoon open. En dat vind ik wel een prestatie, worden we wel eens vergeten, dat we gewoon doorgewerkt hebben. Heeft ook veel gevraagd van de mensen, maar ze staan er allemaal fris op. En ze doen erg hun best om die groei door te zetten. Ja, en wat ben je op bepaalde doelstellingen targets aangenomen? Nou, niet op voorhand dat ik iets moet halen. Als ik het niet haal, dan hebben we een discussie. Het is meer dat ik zelf de ambitie heb om te groeien op een aantal vlakken. Dat zit bijvoorbeeld in die bezoekersaantallen. Het getal 300.000 is al een keer genoemd. 300.000? Ja, dat moet haalbaar zijn binnen een aantal jaren. Ja. Ook in programmerings... hoe zou je, als je het kort samenvat... Wat voor soort theater is het Parktheater? Wat is nou het typische aan het Parktheater? Nou, het typische is dat het niet zo heel typisch is. Dat het voor iedereen een beetje is. Dat vind ik ook een beetje de taak van ons om voor iedereen wat aan te bieden. En daarbinnen kan je wel keuzes maken door iets meer aan opera te doen, iets meer aan dans of iets meer aan jeugdtheater. Klinkt als het profiel van de burgemeesterkandidaten van Eindhoven? Nee, want je probeert daar nuance in aan te brengen. Onze taak is het in deze stad om er voor iedereen te zijn. Je weet dat je niet iedereen naar binnen trekt, maar je bent er wel voor iedereen. En daarbinnen maak je keuzes. En ik vind dat we een fantastisch aanbod hebben, maar wel heel veel opera en dans. En als ik er daar een paar van afstroom, kan ik wat meer doen voor de jeugd van Eindhoven. Dat is een beetje de richting die ik wil zeggen. Ja. Je bent opgevallen meteen al door een hele bijzondere voorstelling met gratis toegang en betalen achteraf. Ja. Had je dat ooit eerder gedaan? Nee, wel heel lang in mijn hoofd. Ja. En in Hogeveen kwam het er niet van, of het momentum was er niet. En nu wel. Ja. Dus we hebben bedacht dat we het zo moesten doen. En het was een geweldige avond. Het heeft veel geld opgeleverd, heeft enorm veel publiciteit opgeleverd. En heel veel mensen in huis, want we hebben onderzoek gedaan. Hè? Van die 510 waren er 300 nieuwe mensen. Of de 300 mensen hebben enquête gevuld. En er was meer dan een kwart voor het eerst in het Parktheater. Ja. En er waren mensen aan het eind die mij huilend zeiden van als je het volgend jaar weer doet voor deze prijs, dan kom ik met z'n tweeën. Heeft hij toch dezelfde prijs. Maar waarom huilden ze? Omdat ze het bijzonder vonden om een keer mee te maken. Zijn mensen die niet in het Parktheater kwamen voorheen. Nou, en dat bedoel ik maar even. Het gaat verder dan die 300.000. Wat heb je nog meer in je hoofd? Van alles in mijn hoofd, mensen me even afwachten wat er allemaal Het maakt wel... Het is heel simpel. Als je een ander resultaat wilt, namelijk 300.000 bezoekers en geen 282.000, dan moet je niet hetzelfde doen wat je nu gedaan hebt. Je moet andere dingen doen, andere dingen verzinnen. En die verzin ik nu nog niet. Dat duurt een paar jaar. Ik moet ook 6 jaar vooruit. Erin groeien. En dan kijk maar eens wat er gebeurt. Ja, te gek. Heb je al een beeld van van Eindhoven? De verhoudingen, de politiek? Nee, ik heb een heel goed beeld van Eindhoven. Ik zoek een huis. Dus ik ken alle wijken inmiddels. Waar staat de camera? Daar? Ja, nee, maar daar zoek je... Nee, ik ben elke dag ook in de gaten. Maar het grappige is, door het lastig vinden van een huis, leer ik wel alle wijken kennen. Van voor naar achter. Dus ik heb een vrij goed beeld. Als iemand op kantoor zegt van, hé, er staat een huis te kopen, daar en dan weet ik het nummer. Ja. Is het, want in elk interview met jou, daarom dacht ik... Maar de stad ken ik nog niet. Ik ga het er vandaag niet over hebben dat je 7 kinderen hebt. Nou, heb ik het toch gezegd. Maar het lijkt wel een soort running gag. Ja, dan maken jullie ervan. Ja, maar ik bedoel... Ik ben super trots op die kinderen, dus je mag het erover... Nee, maar ik bedoel, het feit dat is dat niet dat je denkt van ja, als je er 3 hebt, dan vragen ze daar nooit iets over. En als je er 7 hebt, dan... Het grappige is, als je veel kinderen hebt, misschien herkennen mensen dat met veel kinderen, dan vertelt iedereen alles aan je over kinderen en hoeveel ze er hadden willen hebben. En hoe het gegaan is en hoe het niet gegaan is. Ja, en jij hebt gewoon wat je had willen hebben. Nee, daar gaat het niet om. Maar dat hoef ik allemaal niet te horen. Maar het geeft een soort openheid die ik wel heel erg waardeer. Ja. Dus op een of andere manier roep ik dat dan op, dat mensen hun volledige bevalling zo'n beetje met me delen. En dat hoeft niet. Mag ik vragen, heren, had u die behoefte al gevoeld? Om de bevallingen met Giel Pastoor te delen? Nee, nog niet echt. Nee. Ik kom zelf uit een gezin met 8 kinderen, dus ik ken het type gezin. En ik weet dat een uitstekende omgeving is om in op te Het eerste punt is binnen. 8 kinderen. En... 5. 5, ja. Ik heb maar 2. Maar het is geen wedstrijd, hè? Nee, het is geen wedstrijd. Nee. Heel kort nog, ik zou uren met je kunnen praten. We hebben altijd maar 10 minuten. Je zit hier in het muziekcentrum. Ja. Ja? En in hoeverre is dat een collega-instelling of een beetje een concurrent-instelling? Nou, allebei dus. Allebei. Ja, we zitten in hetzelfde gebied te zoeken, maar ik geloof meer in de positieve kant. Ja. Dat je samen nog veel meer mensen hier naartoe kan trekken. Wij doen natuurlijk ook wel een beetje muziek. Hè? Al zit het in een musical, al zit het in een opera. We zitten een beetje in elkaars raakvlak. Maar ik hou er helemaal niet van om te boksen en te kijken dat je elkaar de tent uit kan vechten. Ja. Maar eerder nog hoe je de stad op de kaart kan zetten, cultureel gezien. En dat doe ik liever met dit prachtige gebouw en de mensen hier dan tegen met die handschoenen. Wat voor soort samenwerking is er al tussen de 2 instellingen? We hebben gesprekken over het belangrijkste onderwerp van ons beide vak, dus de programmering. Ja. Dat je daar afstemming over hebt, dat je niet gedurende het seizoen ontdekt dat je allebei hetzelfde soort product hebt.
Ja. In dezelfde week, want dan had je ook samen reclame kunnen maken. Ja. Of je had het verder weg moeten zetten, of je moet het helemaal niet doen. En de eerste gesprekken daarover zijn heel, heel positief. Oké. We hebben in deze talkshow eigenlijk door de jaren heen altijd het gehad over... We hebben ooit mooie seizoensopeningen gehad, hè? Een soort uitmarkt. Ooit. Ooit. Dat klopt toch? Ja. Dat is op een gegeven moment verdwenen. Is er bij, mag ik jou zeggen? Graag. Ja, de intentie om daar weer iets van terug te krijgen? Of? Want bijvoorbeeld het Parktheater doet hele spectaculaire seizoensopeningen. Met grote Delbaus, ja. Ja, maar ja, dat is dan het Parktheater en ja. dat is niet Eindhoven. Ja. Nou, ik vind wel, de opening bij jezelf moet je ook groots doen. Het is toch de opening van jouw huis, een open dag eigenlijk. Okay. Maar op het moment dat hier in september te weinig gebeurt in de stad... En dan ben je wel hartstikke stom, want ons seizoen begint. Dus we moeten met z'n allen gewoon zorgen dat er iets gebeurt. En misschien afspreken dat het de ene keer bij de ene is en de volgende keer. Ja, want het zijn natuurlijk de grote theaters. En dat zien we allemaal wel in de boekjes. Maar er is zoveel off-Broadway en off-off-Broadway, zal ik maar zeggen. Sterker nog, denk dat het in de toekomst toch erheen gaat dat er veel meer op locatie plaats gaat vinden. We hebben wel prachtige huizen, maar dat is maar één deel van het aanbod. Ja. En je wil misschien buiten samen iets moeten gaan verzinnen. Maar in ieder geval niet het moment verliezen dat het seizoen begint en... Kijk, als de scholen weer beginnen, hangen er over van die borden, we zijn weer onderweg, voorzichtig rijden. En dan zouden wij iets op moeten hangen van, we zijn weer geopend, kom snel naar het theater. Naar het theater. Ik zag in je cv, en dat vond ik heel bijzonder, die is heel kort. Ik sprak je straks even, je zei, toen ik jong was mijn cv zo dik, een heel pak papier. Ja, dan denk je dat dat zo moet. Hè? Ja. En nu staat er heel weinig op, vrije tijdswetenschappen gestudeerd. Ja, klopt. In 3 jaar. Twee jaar, is kopstudie. In 2 jaar, ja. Is dat de totale duur van de studie? Dat was een kopstudie, ik had ervoor HO gedaan, stond in dezelfde... Ja, ja. En dat is een kopstudie in 2 jaar tijd en goed, leuk, ja. Goed bevallen. Vrije tijdswetenschappen, heb je daar een voorstelling bij, heren? Vrije tijdswetenschappen? Jawel. Ja? Bekende studie. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan, oké. Ja. En wat ik maar het grappige is dat naast de grappen over de gezinsgrootte en de grappen over vrije tijdswetenschappen ook niet uit de lucht... maar het is een geweldige studie geweest, omdat je filosofisch, qua marketing, management, qua beleid... Het is een sector die op dit moment een van de belangrijkste sectoren is van Nederland. Als je het niet vrije tijd noemt, maar als je toerisme zou noemen, of cultuur, of sport... kijk eens wat er bij PSV omgaat, dat hoort allemaal bij diezelfde sector. En, dus in die zin, ik vond het een hele leuke studie, dat is één. En onderschat het niet, zou ik zeggen. Vanaf nu zeker niet meer. Okay. Wat ik heel leuk vond, is onderaan jouw cv, van één kantje, stonden een aantal levensmotto's. Dat zie je niet vaak in een cv. Ja, als je er één uithaalt, welke is dat dan? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Nog een keer. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Hij is van Edward de Bono. Als je doet, ja. Ja, dat is die 280.000 bezoekers. Die moeten naar 300.000. Je moet iets anders doen. Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan je volgen. Als, dat doen we met alle belangrijke nieuwe mensen, minder belangrijke nieuwe mensen, onbelangrijke nieuwe mensen, maar mensen die iets gaan bijdragen aan... De groei en het gehalte van Eindhoven. We hebben een soort gewoonte. En ja, nu we hier zo zitten en dat praat zo lekker. Schiet me dat zo te binnen. We hebben altijd een sidekick. Altijd. Ja, altijd. En dat is dan toevallig altijd de eerste gast. Oké. Okay. Ja? Ja. En, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Zou je mijn sidekick willen zijn? Nou, deze keer. Ja? Ja, is goed. Hé, dat is theater, hè? Ja, mensen... wie dacht er nou dat dit niet van tevoren besproken was? Ja, dat zijn er niet veel. Goed, de sidekick mag altijd ook de volgende gast aankondigen. Oh, dan is het mij een heel groot genoegen. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Een nieuw jong talent hier in Spam. Ook dat is een gewoonte. Een vast onderwerp. Een vast onderwerp. Ik eerst even uw aandacht en daarna heel veel applaus voor Long Long Chung. Chung. Ja, dat kun je niet zien. Dat wou ik zeggen. Je kan de gast niet uitnodigen.
Long. Long, 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 long. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Hey. Gaan we even zitten. 1, 2, op! Hi, Long heet je? Ja. Oké, okay, Long, hoe oud ben jij? 7. 7 jaar. En wanneer ben je jarig? 3 oktober. 3 oktober, dus je bent nog maar net 7. Ja? Je bent heel lang 6 geweest en toen werd je 7. Heb je ook kinderen van 7? Ja, ik heb ook een van 7, ja. Ja, nou, onder andere. Ja. Speelt hij ook piano? Nee, die nog niet. Nee. Ging het goed, de piano? Dank je wel. Wat zei je? Dank je wel. Ja. Okay. Maar vond je het zelf goed gaan? Ging ja. Het goed? Alle noten goed geraakt? Ja. Okay. Als u ook ja hoort, dan is het zijn moeder. Die staat daar. Die souffleert. Dat doet ze al heel lang. Long, mag ik vragen... speel je elke dag piano? Ja. Ja? Hoe lang? En soms 2 uur. 1 uur, soms 2 uur. Echt elke dag of zondag vrij? Elke dag. Elke dag, 7 dagen in de week, 1 tot 2 uur. En hoe lang al? Hoe oud was je toen je ging spelen? 4 jaar. 4 jaar. Dus je zit al een aantal jaren elke dag, 1 tot 2 uur. Vind je dat leuk? Ja. Ja? Piano, is dat moeilijk? Nee. Nee, is niet moeilijk. Nee, nee. Nou. Hoor je dat, Matthijs? Hij studeert zich helemaal suf. Ja? Oh, meer oefenen. Raakt hij met suf. Heb je de reach gezien van dit jongetje? Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja? Half octaaf. Ja, hij speelt alles. Wat vind jij mooie muziek? Piano. Piano. Ja, nee, verzin maar eens die vraag. Hè? Dat is een leerschool hier. En vind je nog andere dingen mooi? Ja, trommel. Trommel. Je bedoelt drum. Ja. Slagwerk. Ja, heb je ook een trommel? Nee. Heb je wel eens getrommeld? Ja. Wil je trommelen? Ja. Ga mee. Ja. Geef maar aan je moeder. Gaan wij trommelen. Kijk, kom. Ja, nee, mama mag niet trommelen. Hoi, kijk, dit is John, onze drummer. John van Maasakkers, geef maar een handje. En John gaat jou 2 minuten een workshop geven. John, heb jij een microfoon nodig? Ja. Wat? Ja, maar de mensen moeten het ook kunnen horen. Drummen is een taal op zich, ik heb weinig woorden nodig. Moet hij erachter? Ja, ga maar bij John. Yeah! Ja, nog eentje. Dan gaan we het iets moeilijker maken, want het is een hele snelle leerling, Long. Ja, we noemen hem vanaf nu Fast. Dankjewel, John.
Er zijn drumlessen te nemen bij John van Maasakkers. Zijn adres op onze site. Long Long, heel erg bedankt. En 3 oktober ben je jarig. En dan vraag je... Of nee, is Sinterklaas verjaardag. Drumstel, ja? Veel succes in je carrière, ja? Ja, die gaan we terugzien bij het Elisabeth Concours. Maar dat kan nog wel een jaar of 4 duren. De heren burgemeesters, kandidaten. We hebben een aantal blokken gemaakt. Naar aanleiding van het profiel, de profielschets voor de burgemeester. Een aantal aspecten eruit gehaald. En het eerste aspect gaat over de burgervader. De man die er is voor de gemeente, die een rots in de branding is, die bij calamiteiten alles goed doorheen sleept, enzovoort. En daarvoor hebben we u beide, en die hebben we kort van tevoren u gegeven, 2 casussen gegeven. Die ga ik zo voorlezen. We gaan eerst even kijken met deze dobbelsteen wie welke casus krijgt. Laten we zeggen, Rob van Gijzel, de evennummers. Leverbeek, de oneven. Nou, onze sidekick. Dat is een 3. Dus dat betekent dat Leverbeek de eerste casus doet. Ja? Dan gaan we ook nog een keer gooien. Want dan is het, krijgt Leverbeek casus 1 of casus 2? Ja? Nog een keer? Even is casus 1, oneven is casus 2. Dus het wordt casus 2. Ik zal hem voorlezen. Ik heb casus 2. Ja, ik zal hem even voorlezen en dan wordt vanzelf duidelijk waar de burgemeester erin steekt. Het is 2 februari. Dat is hem, hè? Die heb je? Nee. Ja, op die van mij is het 28 januari, maar dat zal dezelfde zijn. Oh, nou dat... maandenlang hebben de carnavalsverenigingen... 4 dagen te laat. Ja. Maandenlang hebben de carnavalsverenigingen en de Eindhovense bevolking uitgezien naar deze dag. Het is prachtig weer, zonnetje en een graadje of 12. De praalwagens, de loopgroepen en de individueel uitgedosten staan klaar voor de optocht. De binnenstad is een bruisende en kolkende menigte. De stemming is fantastisch. Burgemeester Verbeek zal zo dadelijk de sleutel van de stad overhandigen aan Prins... Heeft hij al een naam? Prins Huppelepup van Eindhoven. En 4 dagen lang wordt Eindhoven lampen gehad. Dan gaat uw telefoon, uw mobiel. En aan de lijn is de minister van Binnenlandse Zaken zelf. En dan weet je, er is iets aan de hand. Hij meldt dat er zeer, zeer sterke aanwijzingen zijn... dat tijdens de carnavalsoptocht een terroristische actie zal worden ondernomen. U wordt dringend verzocht de passende maatregelen te nemen en de binnenstad te laten ontruimen. Na kort crisisoverleg met uw naaste adviseurs, spreekt u het volk toe. Dames en heren, ik heb een ernstige mededeling. Allereerst spreek ik de politie, de brandweer en de medewerkers van de GOR toe. Ik stel onmiddellijk grip 3 in. Het GBT en het ROT zijn vanaf nu actief. Graag publiek. Er is sprake van een ernstig dreigende situatie. Ik gelast u onmiddellijk de binnenstad te verlaten. Gaat u zo rustig mogelijk naar huis, maar verlaat u onmiddellijk de binnenstad. De optocht is afgelast. Dat is het? Dat is alles wat je vertelt? Jazeker. Lange verhalen zitten er niet op te wachten. Nee, maar iedereen gaat nu naar huis toe en heeft het idee van wat is hier aan de hand. Je kiest ervoor om dit zo... daarbij te laten. Ja, het is voor mij... Ik heb vaker in calamiteitensituaties al mogen handelen. Het domste wat je kan doen is een lang verhaal vertellen. Dat geeft verwarring. Je moet kort en krachtig duidelijk zijn wat er gebeurt. Daarna gaat het rampenplan in werking. En dat betekent, en dat weet de bevolking ook... dat automatisch via de regionale zenders, zowel radio, televisie... alle mededelingen vervolgens gedaan worden, ook op teletext. Men zal binnen een kwartier, als het goed georganiseerd is... en ik ga ervan uit dat dat in Eindhoven ook zo is... die informatie vinden... Vandaag de dag zoekt men dat ook op zijn eigen mobiele telefoon. Dus ik kan als burgemeester kort en krachtig zijn. En men zal die informatie ook zoeken. En natuurlijk komen daarna de nodige persconferenties en de verdere uitleg. Maar op dat moment moet er gehandeld worden. Ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid.
Ik ga ervan uit dat de mededeling van de minister zo ernstig is dat ik mijn bevolking moet beschermen. En dan ga ik geen lang verhaal houden, want die mensen moeten aan de wandel. Dat snap ik, maar deze toelichting vond ik wel fijn. Als ik naar huis wandel, dat ik weet dat er werkelijk iets aan de hand is en dat ik thuis... Ja, maar dat is waar je als gemeente eindeloos mee bezig bent in de communicatie nu. Je moet dat communiceren voordat er een ramp is. Je bent eindeloos bezig met je bevolking te informeren dat als er dat soort situaties ontstaan, dat je dit soort mededelingen kunt krijgen. En dat de bevolking ook weet dat als er een dreigement is, dat waar mensen informatie kan krijgen. Ik heb zelf de ervaring, in ieder geval waar ik nu vandaan kom, dat dat uitstekend werkt. Maar ik hoorde een aantal kreten passeren voor de politie en de brandweer die ik niet snapte. Grit, pit, wit. Goh. Nee, dat is vakjargon, maar op het moment dat je die kreten gebruikt, dan weet iedere professional wat hij moet doen. Ja, waar staat het voor? Dat zegt iets over de type organisatie die je in het leven roept en de rol die ze hebben te vervullen. Ja, ja. Crisis. Ja, dus crisis. Ja. Ja. Wat ik me afvroeg, want die binnenstad is ramvol. Er zou paniek kunnen uitbreken. Mensen proberen zo snel mogelijk weg te komen. Daar komt in dit praatje niks van naar voren? Nou, het heeft weinig zin om tot paniek op te roepen. Kijk, op het moment dat de aanslag werkelijk gepleegd wordt, waar ik even van uitga op dat moment, dan is er al sprake van paniek. Dus ik ga uit van de calamiteit. Een calamiteit is chaos. Je probeert dat zo goed mogelijk te leiden, maar ik wil wel mijn mensen informeren en de kans geven. De kans bestaat dat de reactie een paniekreactie is. Daarom gebruik ik ook het jargon naar het personeel wat rondloopt, want die weten dan wat hun rol is. Dat kan ik allemaal wel uit de doeken gaan doen, maar daar bestaan vooraf bedachte draaiboeken voor. De politie weet onmiddellijk in welk stramien ze gaan zitten. De agenten die rondlopen weten welke rol ze hebben te vervullen. Ze weten met wie ze contact moeten opnemen als het gaat om de regie. Daarom stel ik dat ROT ook in, want dat is de regiegroep voor de uitvoerende diensten. De brandweer en de ambulance gaan onmiddellijk hun posten innemen. Want bij dit type evenementen heeft de burgemeester al van tevoren, want dat doe je standaard, afgesproken waar welke mensen zich bevinden. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kan ik zo'n mededeling doen en dan gaat het gewoon in werking. Dus ik hoef niet op dat moment te bedenken wat ik moet gaan doen, hoe ik het moet doen. Dat heb ik al bedacht voordat het evenement plaatsvindt. En ik ben ervan overtuigd dat ook nu in Eindhoven, al ken ik de details hier niet goed genoeg, maar het is in elke stad zo, dat bij elk evenement dat draaiboek van tevoren gemaakt wordt. En wat u mij hoort zeggen is dat draaiboek in werking zetten. Oké. Maar dan zijn we anderhalf uur verder. Iedereen is een boerenkiel thuis voor de buis en de radio. Ja. Alles loopt, want het is perfect op orde. Dus het loopt allemaal. Ja. Anderhalf uur verder, wat ga je dan doen? Wat is de stap van de burgervader? Op het anderhalf uur verder heb ik inmiddels al een reeks GBT-vergaderingen achter de rug. Een gemeentelijk beleidsteam heet dat, waar ik de leiders van de verschillende diensten aan tafel heb. De burgemeester is op dat moment nog niet op straat, want hij is bezig met coördineren. En dat doe je met intervallen, waarin je ook met intervallen persconferenties geeft als het gaat om het informeren. Het zal dus afhangen van dat eerste anderhalf uur, want dat is het eerste anderhalf uur is cruciaal, in welke mate je erin bent geslaagd om die stad ook werkelijk te ontruimen. Ja, want dat is het eerste doel. Dat is je eerste doel. Het allereerste doel is ontruimen. En dat zal voor, als je even praktisch probeert te denken, dan zal dat voor een deel gelukt zijn en voor een deel niet. Dat betekent dat ik als burgemeester mij versta tot het ROT, als het gaat om die regierol waar we de mensen inzetten, om dat toch op een ordelijke manier te laten verlopen. Ik wil het hierbij laten. Net op tijd. Ja, geef maar hier, want die ben je kwijt. Alsjeblieft. Hoppa. Ja, je moet het ook een keer gebruiken. Ja. Nou, wat ik me namelijk afvroeg, en dat wil ik alleen dus voorleggen. Als je voor de mensen staat die in de stad op dat moment bij die carnavalsoptocht staat, dan is toch het draaiboek allemaal in werking gesteld. Dan hoef je toch niet meer via de publieke kanalen, de gehoor en al die anderen op te roepen. Dat moet al gewoon lopen. Ik denk dat je heel veel verwarring schetst en creëert als je dan die mensen met dit soort boodschappen wegstuurt. Ja, mijn ervaring is een andere, maar ik nodig je van harte uit om het anders te doen. Okay. Ja. Nou, ik denk niet dat je deze ervaring in Purmerend gehad hebt, namelijk over carnavalsoptocht met zo'n terreurdreiging. Nee, maar ik heb wel de ervaring van een evacuatie van 3700 mensen, waar ik wat meer tijd voor had. Maar ik weet wel degelijk hoe dat gaat en ik weet hoe mensen erop reageren. Zeker. Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden door Noord-Holland reed. En dat het vreemdste wat ik daar zag, dat was onderaan een dijk een carnavalsoptocht. Een stoet carnaval, want iedereen viert carnaval tegenwoordig, hè? Ja. Overal in het land. Het houdt ergens op, hoor. Hogeveen kent het niet? Nee, als je het in Drenthe wil vieren, dat kan. Moet je in de buurt van Emmen, is één plek waar alles samenkomt. En dat vieren ze dan nog goed, maar dat is ook de enige plek waar het plaatsvindt. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor deze informatie. We gaan naar de volgende casus. Dankjewel. Casus 2, of casus 1 is dat, voor burgemeester Van Gijsel. Bij een onverwachte dopingcontrole door de FIFA bleken 9 spelers van de A-selectie van PSV positief.
op anabolen, op cocaïne en er was sprake van EPO-gebruik. Het is een fictieve zaak. Hè? Ik bedoel dat het niet. Ik geloof dat één vandaag hier ook filmt. AD, of niet? Ja, voor je het weet. Heb je nieuws? De contra-expertises gaven dezelfde uitslag. De FIFA legde als straf op uitsluiting van deelname aan internationale toernooien voor een periode van 7 jaar. Niet een verklaring van alle titels van de afgelopen 5 jaar. En terugzetting naar de tweede klasse van het amateurvoetbal. Nou, dat is een redelijke straf. Als gevolg van deze uitspraak zijn er ernstige ongeregeldheden in Eindhoven uitgebroken. Grote groepen supporters, seizoenkaarthouders, worst- en frutselaria-verkopers, toeleveranciers en opvallend veel bejaarden hebben gewapend met seizoenkaarten, worst, frutselaria, facturen en rollators de Eindhovense binnenstad veranderd in een inferno. Alle wegen van en naar Eindhoven zijn afgesloten. Het leger staat aan de stadsgrenzen gereed om in te grijpen. Ja, lach maar. Het zal je gebeuren. We hebben gezien hoe in binnensteden mensen op hol kunnen slaan en winkels gaan plunderen enzovoort. Dit is aan de hand in Eindhoven op dit moment door PSV. In een ultieme poging de diep gekwetste en op hol geslagen menigte tot reden te brengen, spreekt burgemeester Van Gijsel ze toe. Beste stadsgenoten, er zijn ongeregeldheden in de stad en die brengt grote schade toe aan de middenstand en alle mensen die op dit moment in de stad zijn. Ik zou de supporters, mijn collega's supporters willen oproepen om nu, ik heb net overleg gehad met het PSV-bestuur, naar het PSV-stadion te gaan om daar met spelers en leiding van PSV met elkaar door te praten over deze situatie. En ik verzoek u nu ook om de stad te verlaten en zo snel mogelijk het PSV-stadion binnen te gaan, zodat wij met elkaar verder kunnen praten over deze situatie die voor de stad slecht is, die voor PSV er buitengewoon beroerd uitziet, maar waar we ons niet door uit het veld willen laten slaan en samen kijken of we constructief voor PSV verder kunnen knokken. Ik nodig u uit nu naar het stadion te komen. Nou, ben jij zo'n PSV-supporter, je zit er in de stad, je bent helemaal mataklap, je hebt dit gehoord. Wat doe je? PSV juich ik van harte toe, het is niet mijn club, maar ik juich het wel van harte toe. Dus ik loop niet in die stad op dat moment. Ik zou zeker geen rotzooi gaan trappen, maar ik heb eigenlijk veel meer een vraag, de omgekeerde vraag eigenlijk aan Rob van Gijsel. Want nu is iedereen bij elkaar in dat stadion en er is rust. Maar al die afkortingen die net voorbij kwamen, die kwamen nu niet voorbij. Nee. In hoeverre is de ramp... Afgedicht en is de zaak opgelost? Nou, wat je moet doen namelijk is kijken of je de situatie kunt consolideren, zoals het dan heet, en een beetje zeker stellen. Wat je hier in deze situatie doet is kijken naar de fans en naar wie ze een voorbeeld willen nemen, dat is natuurlijk PSV. Dus je probeert ze een situatie te brengen waarin ze hun verhaal kwijt kunnen met de mensen waar ze ja, toch of hun woede of hun vertrouwen in hebben. Dat is hier een combinatie. Je hebt ze meteen ook in het PSV-stadion. En je kan dan vervolgens voorzieningen treffen in de binnenstad. Dat als het opnieuw toch weer fout zou lopen, waar ik niet van uitga, dat je dan de situatie in de binnenstad onder controle kunt krijgen. En dus volgens mij sla je dan een aantal vliegen in één klap. En dit is volgens mij wel een constructieve manier om een crisissituatie adequaat aan te pakken. Maar dan zijn al die mensen in het stadion. Ja. En dan worden ze toegesproken door het bestuur van PSV. En ondertussen belt de minister van Binnenlandse Zaken naar jou. Ja. Dat het in de stad één grote puinhoop aan het worden is. En je moet maatregelen nemen. Wat ga je dan doen? Nee, maar de fans, de supporters zitten al in het stadion dan. Ja, maar als het niet lukt. Nee, als het niet lukt, dan zul je moeten ingrijpen. In dat geval, als je dus de fans niet naar het stadion krijgt, ja, dan zul je toch echt moeten ingrijpen. Dat betekent dus binnenstad afgrendelen. En de mensen op basis van de instructie van de politiecommandant of bundelen of spreiden. Maar je kan die situatie niet laten voorbestaan. Dat is volstrekt helder. Maar ik weet dat er zijn genoeg supporters die al semi-depressief worden als PSV verliest. Gewoon een wedstrijd, hè. Ik ook. Ik bedoel, maar we praten hier over een ramp, hè? Bedoel, maar kijk, ik ken de PSV'ers ook wel, dus die kan deze ramp doen. Ik speel wel mee, maar ik kan me dus deze Amsterdamse toestanden niet voorstellen. Ik ben getuige geweest van de Vondels. Wacht even, heb je het nou over Ajax?
Ja, ik heb het wel ook over Ajax, ja. En ik heb is daar dan sprake van dopinggebruik? Nee, maar daar hebben ze niet eens doping nodig om de tent af te breken. Ik weet niet of je wel eens bij het Stadhuisplein of bij het Leidseplein geweest bent als ze kampioen geworden zijn. Daar hoef je heus niet met een kinderwagen rond te lopen, want dan ben je leven dus niet veilig. Ja, maar dit is dus typisch, hè. Nou heeft PSV een probleem, ja. En dan ga je naar Ajax wijzen. Ja. Maar er zijn 9 man die doping hebben gebruikt. Dus bij mij waren het overigens nog 15, hoor. 15? Goed. Maar deze situatie ga ik ook vanuit dat het niet voorkomt. Ik heb een antwoord gegeven wat ik doe als het wel voorkomt. Volgens mij is dat een adequaat antwoord. En komen wij daar prima mee uit de voeten. Oké. Nee, oké. Het is prima. We gaan door met een muzikale gast. Even een slokje water en de muziek. B.J. Baartmans is onze gast. En ik ga zoiets over hem vertellen, maar hij gaat zijn eerste nummer doen en dat heet Paradijs. Als het klopt wat God belooft, straal ik na mijn dood. Eerst nog maar een peuk, is wat hij zei. Als het leven vloeien moet, los het op een sterke drank. Je bent wel aan de kop, hè, aan de stand. Lief zou me omarmen, maar liefde heeft een prijs. De baan van alle dag verdwijnt in haar, maar het spart hij. Wordt nog eens mijn dood, het is te groot. Het hart, het zal me kloppen, slaat maar door. Altijd was het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg. Nu weet ik weer hoe genadeloos het steekt, als je het weet. Als je wil dat ik vlieg, gierend in een witte streep, kus me tot ik overzweef, haal me neer. Als je wil dat ik kom, laat me dan nu los. Ben je me van dienst, doe dan niets. Lief zal me omarmen, liefde heeft een prijs. De baan van alle dag verdwijnt in haar, maar het spaart hij. Wordt nog eens mijn dood, het is te groot. Hart, het zal me kloppen, slaap maar door. Altijd was het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg. Nu weet ik weer hoe genadeloos het steekt, als je het weet. Eerste trein van niemands land naar iemands geheel. Ergens zal een eindstation zijn. Wachtend op een eerste trein van niemands land naar iemands geheel. Ergens zal een eindstation zijn. Het wordt nog eens mijn dood, het is te groot. Het hart, het zal me kloppen, het slaat maar door. En altijd was het sterk genoeg. Zelfs wanneer het oversloeg, nu weet ik weer hoe genadeloos het steekt. Als je het weet.
Bart-Jan Baartmans. Dankjewel, hij komt nog terug. Heren, de tweede ronde. De tweede ronde is de ronde de bestuurder. De burgemeester als bestuurder. Ik wil beginnen met enkele korte dilemma's. Ja? Eén dilemma, een vraagje vooraf. Gelooft u beide in gelijke kansen voor iedereen? Nee, niet zonder meer. Ja, ik geloof wel in dat je dat wel moet proberen te bereiken, maar dat gaat niet zonder meer ontstaan. Idem. Idem. Ja, nee, ik kwam erop omdat u beide voert hier de strijd om het burgemeesterschap van Eindhoven. Hè? Dat kan gaan straks spannend om 1 of 2 stemmen verschil. Hij mag stemmen, hij mag niet stemmen. Als er 2 stemmen verschil is, weet ik hoe het komt. Ja, is dat ethisch? Of zou je moeten zeggen, kijk, als groot mens besluit ik Hof van Gijsel om aan te kondigen dat ik niet stem om de kansen gelijk te houden? Ja, dat ga ik toch echt niet doen. Dat kun je echt vergeten. Nee, ik geloof gelijk dat hij die stem hard nodig heeft. Ja, ja. Daar ben ik. Dat is het. Die is voor jou, Leen. Maar ik ben ook burger van deze stad en ik mag ook gebruik maken van mijn stem. Ja, ja. En het is ook nog niet duidelijk op wie je gaat stemmen natuurlijk. Dus die kans... Ja. Nou, de verhoudingen zijn wel zo goed dat ik denk dat hij wel op mij stemt. Ja, hè? Oké. Heren, dilemma's. De gekozen of de benoemde burgemeester? Ik ben wel voor gekozen burgemeester. Gekozen? Ik ben ook wel voor de gekozen burgemeester, maar... Dat komt straks. Den Uyl of Bos? Den Uyl. Bos. Waarmee ik Den Uyl niet disqualificeer. Nee, dat is ook zo. Het is niet dat de een deugt en dat de ander niet. Nee. Dilemma's is altijd, kan een lastige keuze zijn. Cohen of Brax ten aanzien van het Wilders standpunt? Cohen. Ik doe daar geen uitspraak over. Geen uitspraak? Nee, omdat het actuele politiek is en je veel te snel al kandidaat burgemeester valt burgemeester af of bij. Of je krijgt een discussie die buitengewoon eigenlijk is. Je moet oppassen dat je daar een uitspraak over. Ja, het wordt nu verbonden aan de actualiteit. Ik had de vraag algemener begrepen. Nou ja, maar het zegt iets over je eigen standpunt of positie. Blond of donker? Donker, mijn vrouw is donker. Ja. Nou, laat ik dan maar blond nemen. Blond. Voor het programma Burgemeester zoekt vrouw kunnen blonde dames zich inschrijven. De SP of de ChristenUnie? SP. Ik neig ook naar de SP. Oké. Dus we krijgen een burgemeester die neigt naar links. Bach of Borsato? Borsato. Bach. Borsato, Bach. Geert Wilders of Philip de Winter? Geen van beiden. Nee, wat mij betreft ook geen van beiden. De heren zijn het eens. Stratum of Strijp? In Strijp ben ik opgegroeid in mijn lagere schoolleeftijd, dus die ga ik niet afvallen. Strijp. Ja. Ja, dat zijn dilemma's. Ja, dat zijn dilemma's. Nou, ze zijn me allebei verliefd, maar ik ben in Stratum opgegroeid, dus Stratum ligt na mij naar. Ik heb ooit klappen gehad van Stratum, dat ben ik nooit vergeten. Zal je wel verdiend hebben dan? Dat weten we woensdag, Rob. Parktheater of Stad Schouwburg? Qua naam. Qua naam. Oh, ja, ik vind Parktheater prima. Ja, die heeft hij nu al weggekaapt, hè? Dan ga ik maar naar de Stad Schouwburg. En wat vindt... Stad Schouwburg is een prachtige naam. Maar we hebben hem niet meer. Het is nu Parktheater, daar moeten we wat van. En daar gaan we voor. Oh, wacht even, maar dat was bij mij niet eens bekend. Dus ik dacht dat het 2 verschillende waren. Nee. Oh, oké. Rob Oudkerk of Stef de Plaan? Staf de Plaan. Staf de Plaan. Staf de Plaan. Ja, ik ook Staf. Oké. Het laatste, verliezen... Maar jullie bedoelen een ander, maar goed, maakt niet uit. Oké. Okay. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Verliezen of deze verkiezing verliezen of een duo burgemeesterschap? Oh ja, dan verlies ik liever deze verkiezing. Ja? Ik ook. Ja. Nou, dan wil ik daar toch even op. Is dat überhaupt een idee, een duo burgemeesterschap? Kan dat? Nee, want hier een burgemeester is toch zeker, we hebben net een paar van die crisissituaties gehad, is een kapitein op het schip, rots in de branding, en dan moet je er maar 1 van hebben. En als je er 2 van krijgt, dan gaat het echt niet goed. Nee, we hebben net in de toespraken gezien wat voor type rotsen wij samen zijn. En dat is zo verschillend dat er echt gekozen moet worden. Oké.
Dan, heren, hebben we onder de bestuurder degene die ook de internationale contacten verzorgt. Die de wereld interesseert voor Eindhoven en Eindhoven interesseert voor de wereld. Daartoe ontvangt u regelmatig groepen. U bezoekt het buitenland. U spreekt allerlei delegaties toe. Er is een envelop op uw tafel en daar staat op... DER voor speerpunten. Daar zou speech op moeten staan... DEF, oké. Okay. Heren, we gaan u beide even gooien. Even is hij eerst en oneven is hij eerst. Een heel verhaal zeg. Even. U moet het. Dit is een speech in drie talen. U spreekt een uitgebreide delegatie toe. Wie moest beginnen? De bril voor burgemeester Van Gijsel. In de tas achter het gordijn. Nou, dan beginnen we aan die kant. Ga ik weer beginnen? Ja. Is de bedoeling dat ik dit voorlees? Dat u, daar zit de delegatie. Het gaat om belangrijke contracten die afgesloten moeten worden voor Eindhoven. Maar gaat het om deze tekst? Even voor mij. Ja, gewoon die tekst. Het is een lange tekst, maar goed. Ja, in drie talen. Willkommen, bienvenue, welkom. Vrienden, étrangers, étrangers. Glücklich zu sehen. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Mittag, Bon après-midi, Good afternoon. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Eindhoven has an open character, an international orientation. Many companies in the area operate in the world stage. Good and relatively highly educated workforce makes the region attractive for companies from the Netherlands and abroad. Business people, scientists, students from all four corners of the earth visit the city. All this makes Eindhoven an international meeting point with the sort of facilities you would expect, such as hotels, meeting venues, the sporting congress facilities and multipurpose halls. La région de Eindhoven mérite amplement de la qualité de porte d'attaché industrielle de Pays-Bas. Il s'agit d'une industrie moderne et intensive au niveau de connaissances. Philly et DAF ne sont pas les seuls à assurer cette position éminente. Le sud-est de Brabant abrite des dizaines de bureaux d'études et de quantités de jeunes entreprises. Entreprises innovatrices fabriquant des produits, des produits vendus dans le monde entier. La disposition des grands axes routiers et la présence d'un aéroport, Eindhoven Airport, font de la région un carrefour logistique d'importance. Eindhoven hat seinen Bürgern und Besuchern so manches auf dem Gebiet von Kunst und Kultur anzubieten. Die Stadt lenkt weit über ihre Grenzen hinaus die Aufmerksamkeit auf unter anderem das von Abbe-Museum, das Musikzentrum Fritz Philips, den Heimatstandort für das Brabanter Orchester und het Zuidelijk Toneel, das Theater des Südens, das aufsehenerregende Theaterproduktionen auf die Bühne bringt. Auch die Stadtschaubrug, das Stadttheater, ist bis in die weite Umgebung hinein bekannt und wird rege besucht. Das gilt auch für kleinere Theatergruppen und Bühnen wie das Theater Plaza Futura und das Effenaar. Und vergessen Sie Spam nicht, die scharfste Talkshow der Region. Dank u wel, burgemeester. Ik wijs erop dat deze teksten allemaal van de site van de gemeente Eindhoven komen. We hebben ze niet zelf, alleen die laatste regel. Was een... Y también je me excuse que no, no es posible de hablar español aquí, porque la región aquí es la región Eindhoven. Ja, we hebben jullie de Poolse en de Chinese versies bespaard. Burgemeester Van Gijsel. Ja, het doet me heel erg denken aan de middelbare school dit. Maar, bedoelt u mijn uitspraak of de nee, tekst? Nee. Deze overhoring voor de klas. Eindhoven had een offene karakter en een internationale oriëntering. Viele betrieben in de regio hebben een wereldwijdes betätigungsfeld. Die gute en relatief hoge uitbildung der Berufsbevölkerung macht die regio voor die betriebe aus dem In- en Ausland attraktief. Geschäftsleute, Wissenschaftler en studenten aus dem Himmel richten Städten der Stadt in ihren Besuch ab.
Dies alles macht Eindhoven eine internationale Begegnungsort, der selbstständig über die nötigen Einrichtungen wie Hotels, Konferenzcenter und unterstützende Kongress- und Veranstaltungsorganisationen verfügt. The Eindhoven region can justly call itself the industrial center of the Netherlands. The industry in the question being modern, knowledge-intensive industries. It is not just Philips or DAF that has given Eindhoven its preeminent position. Southeast Brabant houses dozens of engineering companies and numbers young, innovative firms that make products with all distribution over all the world. Eindhoven a beaucoup offrir et ses habitants et servir les visiteurs dans le domaine de l'art et de la culture. La ville fait parler et bien au-delà des frontières avec un centre comme l'Abbemuseum, Van Abbemuseum, Muziekcentrum Frits Philips, le port d'attache d'Orchestre du Brabant, het Zuidelijk Toneel créant la production théâtrale Réticence. Je n'oublie pas. N'oubliez pas Spem, le talk show de plus haut de la région. Merci beaucoup. Heb je nog een, Rob, heb je ook nog een extra taal als toetje? Huh? Heb je ook nog een extra taal als toetje, net zoals... Eindhovens! Eindhoven, de Heren, ik kan me voorstellen dat je je zo voelt. Een beetje middelbare school. We hebben dit onderwerp erin gedaan omdat we denken, misschien zit er iets in voor de wereld draait door. Stukje positieve publiciteit. Spreek je nog meer talen dan deze? Ja, Italiaans een beetje. Italiaans een beetje. En daar hoorde ik Spaans. Ik heb veel in Latijns-Amerika gereisd en heb daar mijn Spaans op gepikt. Spaans. Het is geen perfect Spaans, maar ik kan goed discussiëren en vergaderen in Spaans. In Spaans. Oké. Okay. Ik wil nog heel even tussendoor. Wat ik me afvraag, als jullie nou in Brabant, in Eindhoven, de belangrijkste stad van Brabant, als jullie dan weggaan, wat je dan zegt? Hallo? Ja, wil je dat even in de microfoon doen? Dat vind ik wel belangrijk namelijk. Dus ik had de camera erbij. Houdoe. Houdoe. Maar wij gaan er niet weg hoor. Nee, oké, maar het was maar even om te... Houdoe, ja. Nee, hij let op het muzikaal gehalte ook. Houdoe is uit mijn jeugd bekend. Buiten Eindhoven gebruik ik het eigenlijk niet. Dat was toch eigenlijk je vraag. We hebben nog een korte gast. Merien ten Houten. Mag die even naar voren komen? Kom maar bij. Merien ten Houten is degene die de site... Stemnee.nl, ja, het zou ik zeggen, heeft opgericht, ja? Kun je heel kort zeggen wat je daarmee beoogt? Ik roep mensen op om blanco te stemmen als ze geen keus kunnen maken tussen deze twee kanjers. Oh, dus je roept niet per definitie op om blanco te stemmen? Nou, het was ook een steek naar de campagne van de gemeente. Het is heel raar dat de gemeente campagne voert voor de burgemeesters. Dat hoort niet in de democratie, dat de gemeente zich uitspreekt over de kandidaten. Dus de gemeente zegt dat dit kanjers zijn. Dat is net zoiets als wanneer het ministerie van Algemene Zaken zou zeggen dat Bos een goede premierkandidaat is. Dat hoort niet. En ja, het zijn twee kanjers, dus dan hoef je ook niet meer te kiezen. We krijgen een goede burgemeester. En dat is ook jouw mening? Ik had graag meer keuze gehad. Ik had graag ook wat meer extreme gehad. Je ziet ook hier weer van, ja, natuurlijk hebben ze stijlverschillen, maar het is niet dat het echt heel anders zal zijn als de een of de ander burgemeester van Eindhoven wordt, denk ik. Oké, en als mensen dan blanco stemmen, wat zeggen ze dan eigenlijk? Dan hebben ze de moeite genomen om te stemmen, dus daarmee geven ze aan van ja, ik wil kiezen. En de opkomst kan gehaald worden? En de opkomst kan gehaald worden. Hè, dan krijg je niet het argument in Utrecht van zie je, mensen willen helemaal niet kiezen, we moeten burgemeesters gewoon benoemen. Dus dan laat je zien dat je wil kiezen. Alleen, dat je meer keuze wilt hebben of een andere keuze wilt hebben dan de keuze die nu voor ligt. Heb je al een idee hoeveel mensen blanco gaan stemmen? Ik heb nog geen idee, maar mijn doelstelling is dat er meer blanco stemmen zullen komen dan stemmen op een van de kandidaten. Heren, gaat dat lukken? Nee, dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Als je kijkt naar de vele contacten die ik heb gehad, en Rob en ik vinden daar elkaar ook wel in, merk ik op straat. Het enthousiasme waarmee mensen met ons de discussie aangaan, dan melden zich wel degelijk ook mensen die aanhanger zijn van u. Maar ik durf u te voorspellen dat zowel het stemmaantal van Rob als dat van mij het stemmaantal van u, als ik dat de blanco stemmen even mag noemen, zal overstijgen. Nee, ik merk het. Ja.
ik merk inderdaad op straat ook wel twijfelaars. En mensen die zeggen, nou, is een referendum, heeft dat nou zin? Want we gaan toch niet naar gekozen burgemeester. Twee PvdA's vinden sommige mensen vervelend. Maar ik merk toch ook wel heel veel mensen, en daar ben ik ook wel trots op, die zeggen, wij gaan geen Utrechtse toestanden doen. En wij willen ook nog een voorbeeld zijn voor Rotterdam. Een referendum dat wij iets te kiezen hebben, mag misschien op een andere manier. Maar wij willen wel graag kunnen blijven kiezen. En ik denk dat ook, dat blijkt ook uit de opiniepeilingen, dat we toch een hele hoge opkomst in Eindhoven kunnen krijgen. En ik vind dat geweldig. Dankjewel. Mag ik even... Ja. Ik denk dat de opkomst inderdaad heel erg goed is, want we praten nu al een tijdje over dit referendum, dat daar alleen al goed voor is. Als mensen dan toch de moeite nemen om te wandelen naar mag dat hokje. Mag jij al stemmen trouwens? Ik woon in Eindhoven. Ja, je bent ingeschreven. Ja, en boven de 18, dus dat moet allemaal komen. Maar als mensen toch de moeite nemen, dan zou ik zeggen van stem dan ook, hoe lastig dat ook is. Want er is wel degelijk wat te kiezen. Ik vind het zo'n ontzettend grote onzin. Al die partijen die roepen dat er geen kanjers hier naar Eindhoven wilden, omdat ze dit niet durfden. Als je dat niet durft, moet je geen burgemeester van Eindhoven worden. Zo is het. Nou, ik ben het daar erg mee oneens. Het is een beetje zoals een paar jaar geleden in Frankrijk. Toen waren de verkiezingen tussen Le Pen en Chirac. En toen heeft Chirac met overweldigende meerderheid gewonnen. En ja, dat kon je toch niet uitleggen als dat het volk echt achter hem stond. Ik ga niet kiezen op een burgemeester waar ik niet 100% achter sta. Dat is een beetje raar, want dan denkt die burger, die winnende kandidaat straks, van kijk, ik heb een fantastisch mandaat, de hele bevolking staat achter mij. Terwijl dat niets is, want we hebben keuze verwerkt. Ik denk dat dat heel erg meegevallen. Ik denk dat heel veel mensen komen. Maar en ik denk, mag ik hem wat bestuurlijker bij elkaar komen? Ja, heel kort nog. You made your point. Ik wil een wat bestuurlijker antwoord geven. Wij kennen in onze democratie de afspraak dat wij een periode een discussie voeren over wel eens niet eens en meningen. Maar die periode loopt altijd af op een moment van besluitvorming. Dit debat wat u voert is in de Tweede Kamer gevoerd. De Tweede Kamer heeft een wet gemaakt op de referenda. En op enig moment zijn daar knopen doorgehakt, zijn besluiten genomen. En het hoort wel bij de democratie dat op dat moment je met z'n allen zegt, oké, we hebben debat gehad, we hebben argumenten gewogen. Nu is het besluit gevallen en nu gaan we ons aan dat besluit houden. Wat u doet is na dat proces, na de besluitvorming, de discussie voeren die al gevoerd was. U bent het dus niet eens met het besluit. U legt zich niet neer bij dat besluit. Als burger is dat uw recht, maar bestuurlijk kan het niet wat u doet. Stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Bedankt. Heren, u ook bedankt. We gaan nog naar een stukje muziek. Even achterover zitten. Nee, ga niet achterover zitten, want dan flikker je van die kluk af. Maar even relaxen. B.J. Baartmans met zijn nummer Verpand. De bries draagt een vallend blad, een herfst dwarrelt neer. Gaandeweg wordt blootgelegd, de schoonheid wederkeert. Stille wenk, gesmoorde kreet zoekt een echo in de nacht. Zelfs in alle eenzaamheid zingt er niemand zo zacht. Melancholie, kun je hebben voor niets. Klein leed, grote schulden last. Alles is hier verpand. Wie het eerder niet betalen kon, wacht een tweedehands kans.
melancholie. Wil je hebben voor niets een bevrijdende lach ligt hier in verschiet. Matthijs. Zes akkoord, weemoedig helaas. Het is hier allemaal te kijk gezet, van het web zo afgehaald. Jan Willem Baartmans, Bart-Jan Baartmans, zag ik, al die namen. Ja, nee, dat is een mooie. Jan Willem, ja, maar dat komt natuurlijk omdat je bij Jan Willem Roy speelt. Ja, in zijn band. In zijn band, dat is de verwarring. Bart-Jan, hier staat dat jij iemand bent die niet meer weg te denken is in de Nederlandse roots en pop scene. Maar voor de mensen die daar helemaal niks van begrijpen, wat is dat? Nou, laat ik zeggen, op maandagavond hebben ze hier concerten, singer-songwriter concerten, die worden geboekt door Ad Vermeurs, de godfather van de Nederlandse roots- en folkmuziek scene. Dus Amerikaanse muziek, maar dan vertaald naar Nederland en Europa. En op maandagen zit het hier altijd hartstikke vol met prachtige optredens. Maar is dat ook wat jij doet? Is roots en... Ik was hier al 4 keer te gast. Dus okay. Dan heb je een idee van wat het qua sfeer en muziek inhoudt. Nee, dat zijn te gekke avonden. Maar ik zei het net nog tegen Giel Pastoor. Daar moet je ook eens naartoe. Hè? Ja. Ook Amerikanen komen daar en zo. Maar laten we het over jou hebben. Je hebt een lange muzikale historie. We hebben een heel kort gesprekje. Dus daar kunnen we toch allemaal... er is ook net een album uit weer. Vorig jaar. Nou, vorig jaar. Maar ik heb... daar niets mee kunnen doen met die cd. Die is uitgekomen en die is wel op de radio gedraaid. Maar ik heb daarna een ongeluk gehad waardoor ik een jaar niet heb kunnen optreden. Wat heb je gehad? Een jaar, arm gebroken gehad. Ach shit, dat is het ergste voor een gitaar. Maar dan kun je toch wel zingen? Ja, maar bij mij is dat onlosmakelijk verbonden. Ja, ja. Ja, zonder gitaar geen zang. Oh. Nee, dat is niet... Dat gaat ik heb niet. Nou, ik heb één keer voor een band gestaan. En dat was net als vandaag. Een band die hadden dan liedjes van mij geleerd... Zonder dat ik daarbij was. En dan kwam ik op het podium en dan speelden ze dat. Dat was een hele mooie ervaring. Dat ga ik nog wel eens vaker doen. Maar bij mij is ik ben echt zelf werkzaam. Ik ben iemand die voor mezelf dingen initieert. Ja, je bent een singer, songwriter, gitaarplayer. Dat is gewoon een combinatie. Ja. Ga je er nog iets mee doen met dat album? Dat heet Verwant? Ja hoor, ze zijn te koop. Oké, okay, ook hier na afloop? Ook hier na afloop. Maar ik ga wel... Het is een, ik ben pas 2 cd's geleden begonnen met Nederlandstalig... liedjes te doen in plaats van Engelse. En de reacties zijn dusdanig dat wel... ik hoop dat er weer een nieuwe lange carrière in het verschiet ligt.
Wat levert het jou op om Nederlandstalig te zingen? Wat is daar de extra? De communicatie is directer. Eigenlijk de popmuziek is per traditie Engelstalig. Tenminste, bijna alles waar ik naar luister, wat mijn voorbeelden zijn. Dus als je dan begint, dan begin je in het Engels. En ik heb dat best goed onder de knie gekregen. Maar ironisch genoeg door te spelen in Engeland en Amerika. En de reacties die ik daar kreeg, de hele directe respons op teksten, dacht ik van ja, ik laat iets liggen als ik het als het kan in het Nederlands. Je roots, moet je dat doen. Je wortels. Ja, die liggen dan toch ook ergens in Eindhoven. Maar jouw Engels is heel dus heel goed. Jouw Engels is heel goed. Wat vond je het van het Engels van de burgemeesterskandidaten? Ja, nee, ik was wel onder indruk, maar vooral van het switchen. Ik heb ooit in Amerika opgetreden en toen heb ik een liedje, dat liedje Paradijs wat ik deed, tweetalig gezongen en het was een helse klus en ik bedacht het terwijl ik het deed. Ik heb nou twee versies van hetzelfde lied. Ja, we hebben ze ook en in verschillende volgorde. Het is ook heel lastig. En ik vind dat ze dat. Nou, het is, ja. Ja. Oké. Okay. Impressing zo. Impressing en impressive. Hey, bedankt je. Zing straks nog één liedje. Ja. Ja. Ik wens je succes en mensen na afloop hier CD's kopen. Dankjewel. Het derde blok, het laatste blok, en dat is de burgemeester met als visionair, als man met een visie. Ja? Een visie op de stad, een visie op waar het naartoe moet, waar het vandaan komt, enzovoort. Daarvoor hebben we op tafel een envelop liggen, de envelop die nog niet open is. Zal ik een keer gooien? Want, ga je gang. Dit betekent oneven dat jij begint, even dat jij begint. Hop. Oneven, Rob van Gijssel. Je hebt zes speerpunten. En je mag daar één van kiezen. Gewoon op de titels. Je hoeft niet te. Samenwerking, bereikbaarheid. Nou, laat ik ze even, dan kan iedereen horen wat het zijn. Ja. En één ongedeelde stad op sociaal-maatschappelijk gebied. Waarin alle Eindhovenaren kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Eindhoven investeert in actieve jeugd. Jongeren tot 23 jaar zitten op school of hebben werk of zijn daarnaast actief in sport, cultuur en ontmoetingen. Zetten zich in voor de buurt, vereniging, tegen de achtergrond van de sociale samenhang en dialoog. 3 is samenwerken aan de bereikbaarheid. 4, Eindhoven wil 1 in dienstverlening zijn. 5, Eindhoven investeert in de bestuurlijke samenwerking stad, regionaal, provinciaal, nationaal, internationaal. En 6, toezicht, handhaving, veiligheid. Zijn van ouds belangrijke aandachtspunten, niet alleen voor het gemeentebestuur. Nou, je mag 1 van die 6 kiezen. Dat is dan jouw eerste item. En daar hou je een minuut op betoog over. Ja. Daarna heeft de andere kandidaat 30 seconden de tijd om daar op te reageren. En dan kan de ander enzovoort. Ik kies voor de ongedeelde stad. Ik vind dat Eindhoven een stad is waar het in economisch opzicht hartstikke goed gaat. Wij bouwen heel hard aan onze stad. Dat zie je ook. Maar het is vooral ook belangrijk dat we de mensen die gewoon in de wijken wonen en daar over het algemeen prettig wonen, maar dat daar wel voldoende voorzieningen zijn, de openbare ruimte goed geregeld is en dat je trots kunt zijn op je stad. Dus welvaart die aan de top gemaakt wordt, moet ook neerslaan aan welzijn gewoon in de straat. En daar is een gemeentebestuur ontzettend belangrijk voor. En in die hoedanigheid wil ik als burgemeester ook graag met de mensen van de stad, het bedrijfsleven en het verenigingsleven hard werken om die ongedeelde stad Eindhoven ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Nou, je hebt nog 15 seconden over. Oké, en Helder, behoefte aan commentaar? Of? Ja, de bedoeling is dat ik commentaar geef op wat dus daarop reageer. Wat ik hem zou willen vragen, maar dan zou ik u willen vragen om hem ook de gelegenheid te geven daarop te reageren, is dat ik hoor hem goede doelen verwoorden, daar mankeert helemaal niets aan. Wat ik hem niet hoor zeggen is in welke rol als burgemeester die dat vervolgens doet. Dus hij geeft geen instrumentarium aan wat dan zijn bijdrage is. Dus de doelstelling als algemeen gegeven, ik denk daar is niemand het mee oneens. Daar kun je het gewoon mee eens zijn. Maar wat natuurlijk interessant is, hoe je nou als burgemeester inhoud geeft aan het realiseren van zo'n doelstelling. Ja. Daar hoor ik hem niet over. Nou, we hebben de afgelopen week natuurlijk heel veel over gesproken. Ja. Heel veel instrumentarium heb ik daar neergelegd. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je oor bent in de stad. En die dingen die je hoort ook daadwerkelijk in het college probeer te vertalen. Deze tekst die komt ook uit het collegeakkoord. Ja. En dat betekent dat die wethouders dus daar dagelijks mee bezig zijn. Ik heb hem met Hans-Martin Don, met Erik Merienboer en alle andere wethouders die hier proberen inhoud aan te geven. En dat betekent dat je mensen moet kijken in de wijk. Ik ben in de Vaartbroek geweest, waar nou het jongerencentrum De Vaart misschien gesloten gaat worden. Ik ben in Oud-Woensel geweest, bij het buurtcentrum. Nee, maar dat weten we. Jullie zijn overal geweest. Dat waar mensen dus vragen,
Willen jullie onze activiteiten steunen? Kan een subsidie komen? Het gaat soms niet helemaal niet eens om geld. Het gaat om aanwezigheid van een burgemeester die soms hartstikke belangrijk is om te laten zien... Maar wat is nou eigenlijk de macht? Dat is mij ook niet altijd duidelijk. Wat kan nou eigenlijk een burgemeester wel en niet? Want De burgemeester gaat over veiligheid, openbaar orde. Ja, daar heeft hij directe macht over. Maar vergeet niet dat een burgemeester meer is dan een bestuurder. Een burgemeester is een netwerk, partijen bij elkaar probeert te brengen. Laat ik een voorbeeldje heel concreet geven. Ik was gisteravond bij de Marokkaanse jongens in de Vaart. Daar zeiden ze, als wij op school zitten, krijgen wij geen stageplaats. Nou, dan kun je als burgemeester lijkt niks mee. Ik kan naar Van der Leegte, Wim van der Leegte of anderen en vragen... Wim, ik hoor dit, kunnen wij niet voor de jonge stageplaatsen regelen? En dan weet ik zeker, Wim met zijn hart voor Eindhoven gaat dat gewoon doen. Dat is geen macht, dat is partijen bij elkaar proberen te brengen... en de stad daarmee beter te maken. Dus ik begreep dat een burgemeester stageplaatsen kan regelen. Ja, maar veel meer. Nee, maar dat is flauw. Je vraagt een voorbeeld, dus ik geef een voorbeeld. Ja, ja. Je kan het op tal van plekken kun je dat dus doen. En dat gaat ook met regionale samenwerking. Daar speelt de burgemeester ook een belangrijke rol. Je bent in staat en in de gelegenheid vanuit de kennis en ervaring die je hebt... en het netwerk waar je over beschikt, om partijen bij elkaar te brengen. Ik heb bijvoorbeeld een groot Haags netwerk. Dat scheelt zoveel als je daar zomaar binnen kunt lopen. Ik ken de mensen allemaal persoonlijk. Ja, nee, ik wilde... Ja, maar je vraagt... Ben ik dat? Ja, nee, maar ik heb die discussie al eerder gehoord. En een groot Haags netwerk, ook een groot Haags netwerk. Nou, ja. Ander Haags netwerk. Beter bedoelde ik. Direct contact met ministers, burgemeesters enzovoort. Wat ik me afvroeg. Er is, even ter informatie van het publiek. Er is ook een referendumcommissie. Die moet erop toezien dat het allemaal netjes en eerlijk verloopt. De voorzitter daarvan zit vandaag in de zaal. Dus die zit op te letten. Dus we gaan haar niet vragen hoe en wat, want ze blijft anoniem, ze zit daar. En haar zoon speelt in het orkest, heb ik gezegd. En haar zoon heeft net opgetreden. Nee, dat is de dat muzikant. Dat lijkt een variant op een cabaretstuk van Freek de Jonge, die over zijn moeder vertelt. Ja. Die voor dat is, haar zoon is Baartmans, maar dat is de naam van zijn vader. Jouw punt. Mijn punt. En de minuut. Rob koos voor het eerste onderwerp, ik neem de laatste. Dat gaat over toezicht, handhaving en veiligheid zijn vanouds belangrijke aandachtspunten. Als burgemeester heb ik de afgelopen anderhalve week een quickscan van Eindhoven gemaakt. Dat is voor mij de referentie hoe ik nu naar de stad aankijk, maar er vallen een aantal dingen enorm op. Ik zie een ambtelijke organisatie, ik zie een politieorganisatie en ik zie wijkorganisaties die ontzettend bezig zijn en heel gemotiveerd met die openbare orde en veiligheid. En tegelijkertijd zie ik dat ik veel gesprekken heb met mensen op de straat en in de pleinen die niet aangesloten zijn op dat beleid. Dus er zit een discrepantie in datgene waar men heel gemotiveerd mee bezig is, waarmee een deel van de bevolking bereid wordt. Dat deel van de bevolking is daar ook tevreden over, maar toch een relatief grote groep die daar ontevreden over is. En daar ga ik als burgemeester mee op pad. Ik kan daar ook direct op worden aangesproken. En dat zal ook gevolgen hebben als ik hier burgemeester word, voor de manier waarop ik leiding geef vanuit die verantwoordelijkheid aan het politiekorps, waarop ik de wethouders zal beïnvloeden in de aansturing van de wijkorganisaties, en waarop ik zo nodig ook actief de fracties in de raad zal aanspreken, daarvan ik vind dat er te grote gaten zitten in datgene wat ik net heb geconstateerd. Dat is een rol. Ja, op dit punt. Ik heb met veel buurtbrigadiers rondgelopen. Wat ze tegen mij zeggen, Rob, wij weten eigenlijk wel wat er hier speelt. We kennen de namen ook. Maar het kost ons zoveel moeite om aansluiting te krijgen bij welzijnsorganisaties. Werkgelegenheid voor ze te creëren, tenminste dat anderen dat aanbieden. Maar toch ook officieren van justitie. Dus als ze dan iets pakken, dat ze dan toch gewoon met lege handen komen te staan. De jongens weer de straat op gaan en gewoon doorgaan. En dat kan dus niet. Ik vind dat er tussen het beleid en de uitvoering een te groot gat zit. En die politieagenten die echt met de poten in de modder staan, die moeten daarin gesteund worden. Wat mij betreft gaat het eerst preventief jongens op het rechte pad houden. Als ze van dat rechte pad afgaan, dan moet die politie ook niet met de handen op de rug gebonden zijn om daadwerkelijk die straten veiliger te krijgen. Maar dit gaat niet in tegen wat ik zeg. Dit is meer complementair, denk ik. Er is het verschrikkelijke, dramatische gebeuren van de stenengooiers. Ja? Mevrouw die overleden is, de man die...
het overleefd heeft. Dramatische brief in de krant van de week van de dochter. Lang onderzoek, onvoldoende bewijs. Er is de idee dat er een groep hangjongeren in Best daarmee te maken zou hebben. Of dat daar mogelijk de daad. Maar het kan niet worden aangetoond. Stel nou dat het een groep Eindhovense hangjongeren was. Dat er duidelijke indicaties waren. Het lukt niet om het bereis rond te krijgen. Zou je als burgemeester een gesprek met die groep aangaan? Als ik zou weten welke groep het was, ja. Ja, dat is bekend. Dat is bekend. Wat de politie heeft dat heel erg gemarkeerd. Ze zijn ook al een keer gearresteerd geweest. Dus de politie heeft dat wel heel erg... Ik vind dat je dat in overleg met de politie moet doen. Dus je moet daar niet zomaar... Je bent de hoofd van de politie, toch? Nee, dat snap ik. Maar zij hebben dat onderzoek gedaan. Officier van justitie zijn erbij betrokken geweest. Dus als zij zeggen, het zou heel functioneel zijn als jij daar als burgemeester op zou interveneren en daar een gesprek met ze aan zou gaan, want dan zouden we meer helderheid krijgen, zal ik er geen moment over twijfelen. Maar je moet er niet zomaar wild ingaan, want zij zijn er wel echt met een zorgvuldig opbouw bezig om de zaak rond te krijgen. Ja, maar het gaat... Ja. Het heeft meer te maken met de sfeer die er nu is, van dat je op het gemoed probeert in te spelen. Niet... Dat moet je wel op een verstandig moment doen en op een verstandige manier en door anderen ingegeven. Oké. Nog één voor jou en nog één voor jou. Ik vind eigenlijk, hij is wat breder. Het gaat over samenwerken aan bereikbaarheid, maar het gaat eigenlijk op de kaart zetten van deze regio. En ik vind dat als we kijken wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, dat is al een geweldige sprong voorwaarts. In economisch, technologisch opzicht, wij verdienen hier heel veel geld en dus ook heel veel respect met de manier waarop wij de Brainport vormgeven. De innovatieve kant die er is. Hier zit 40% van alle research and development onderzoekers in Nederland. 50% van alle patenten en octrooien in heel Nederland worden hier gemaakt. Wij zijn de grootste regio, de regio met het grootste aantal octrooien en patenten. En die erkenning moet er een keer komen. Dat is niet alleen op het gebied van bereikbaarheid, dat is ook op het gebied van onderwijs, musea, culturele voorzieningen. Er is niet één Rijksmuseum in Brabant, ik ga er niet zielig over doen, maar ik vind wel dat de burgemeester een belangrijke rol moet vervullen, samen met college en raad, om deze regio aan de regering duidelijk te maken dat dit het tweede economisch gebied is van het land. En dat er dus ook dingen bij horen die dat verder kunnen laten uitbouwen. Oké. Is er iets aan de hand? Behoefte aan commentaar? Nee, daar kun je het niet mee oneens zijn. Oké. Nee, dat kan ook. Hè. Je hoeft het niet overal over oneens te zijn. Dan is daar nog een punt. Ik neem de samenwerking in de regio met de partijen die daarbij in het geding zijn. Ik sprak net over de quickscan die ik de afgelopen anderhalve week in Eindhoven maak. Dus daar vallen je meerdere onderwerpen op en dit is er ook één van. Ik heb nogal wat bijeenkomsten bijgewoond waarin naar mijn smaak soms te veel geklaagd werd dat Den Haag niet mee wil doen met de regio. Dat klinkt erg klagerig voor mij als relatieve nieuwkomer. Want als ik vervolgens doorpraat en doorvraag... Hoe goed hebben wij nu met elkaar ons huiswerk gedaan als het gaat om de bestuurlijke samenwerking en het niveau van de stukken waarmee we op pad gaan, dan durf ik publiekelijk daar wel mijn twijfels over uit te spreken. Ik heb de ambitie als burgemeester en zeker als burgemeester van de Centrumstad dat de bestuurlijke samenwerking en de samenwerking met de partijen die aan de orde zijn, dat op een hoger plan getild moet worden als voorwaarde, en dat noem ik huiswerk doen, om op een fatsoenlijke manier op pad te kunnen gaan naar Den Haag. Als wij hier in de regio op essentiële onderdelen publiekelijk te verdeeld zijn, dan moet de regio zich geen illusies maken wat de zin is van het boodschappen doen buiten de regio. En mijn beeld in die quickscan is dat het op dat terrein aan diverse invalshoeken nog wel wat schort. En ik heb de ambitie en de pretentie en zo u wilt de arrogantie dat ik in staat ben om daar iets aan te doen. Maar je hebt ook geen tijd meer. Dank je wel. Ja, ik doe deze nou wel. Volgens mij doet hij het nou helemaal niet meer. Ik kan toch maar beter deze doen. Dankjewel. Doet het ook deze. Drie tegelijk. Ja. Ik denk dat je een onderscheid moet maken. Ik denk dat wij, waar het gaat om Brainport, echt ons huiswerk hartstikke goed gedaan hebben. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, de gemeente bij elkaar. Dus daarover geen misverstand. Op een aantal andere dingen zijn gemeentes in de omgeving die heel erg nog kijken naar hun directe eigen belang. Dat wordt Eindhoven ook wel eens verweten. En ik denk dat we er heel verstandig aan doen om met de gemeente in onze omgeving een programma te maken over waar willen wij nou over 10 jaar uitkomen. Een toekomstvisie. Kijken wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Want we hebben zoveel met elkaar te winnen, dat alleen wel dat definiëren een inspiratiebron is om die bestuurlijke samenwerking op de regio voor de komende 5 jaar op een geweldige manier vorm te geven.
Oké, heren. Ik constateer opnieuw dat Rob aanvullend spreekt en niet zozeer tegen mij ingaat, voor alle duidelijkheid. Nee, maar ja, dat is duidelijk. Toch een duobaan. Nou ja, voor dat daar de suggestie van uitgaat. We gaan nog naar één liedje luisteren en daarna hebben we de cooling down met de heren. Op het volgende liedje wil ik even kwijt trouwens nog dat het laatste couplet van het nummer, eigenlijk de slotconclusie, niet door mij is verzonnen, maar door de voormalig burgemeester van Vught, Sonnenbreugel, Schijndel en Heusden, mijn moeder, Joep. Dat weet ze zelf niet meer, maar dat als je het hoort, dan weet je dat nog wel. Het was verschrikkelijk moeilijk om een muzikale gast te vinden met een burgemeester als moeder. Maar het is ons gelukt. Ja, en ik zal me als goede burgerzoon manifesteren hier. Dit liedje heet Lot. Had je gedacht dan, dat gebracht als levenspad, een maan of sterrenstand, je lot bezegeld had. Wat had je gedacht dan, dat er een routeplanner was, draai je om, sla je af, onfeilbaar kompas. Wat had je verwacht dan, een rol als stroomman, van groter plan, hogere macht, hoofdstille kracht. Kom, pluk de dag, neem het heel lang. Wat had je gedacht dan, dat er een tandeloze vrouw op de kermis in een bol je toekomst lezen zou? Wat had je gedacht dan, er een goeroe of sjamaan met advies en goede raad in een reisvolle zou staan? Wat had je verwacht dan, een rol als stroomman, van groter plan, hogere macht, hoofdstille kracht? Kom, pluk de dan, neem het heel goed aan. Had je gedacht dan, dat er een opperwezen wist, waar het allemaal om ging, als je in de aarde gist? Wat had je verwacht dan, een rol als stromen, van groter plan, hogere macht, hoofdstille kracht? Kom, pluk de dag, neem het ervan. Kom, pluk de dag.
Dankjewel. Thank you, BG. Heren, mag ik u aan tafel nodigen hier voor de cooling down? Microfoons mee. He, na een gevecht moet je altijd even downcoolen. Stretchen, rekken, strekken. De meeste van ons weten nog wel waar we waren op het moment dat Kennedy werd vermoord. Ik weet het. Ja? Ja, ik weet dat ook. Ik zat aan de Overpeltlaan 12 in de huiskamer. In Kijk, de tempel woensdag. En waar zat jij? Ik stond aan de gang en toen kwam mijn broer binnenlopen dat op de televisie. Het was even over 7:30 geloof ik met het journaal dat wij dat hoorden. Op de Pierslaan. Ja. Ja, ik zit me ineens te realiseren dat het niet waar is wat ik zeg. Kijk! Het was de Welschapse Het wordt dijk gefilmd. Het was de Welschapse Dijk. Oké. Nou ja, het is goed als je je eigen fouten weet te corrigeren. Ja. Weet jij het nog? Ik was niet in het over. Maar waarom ik dit vraag is, er zijn van die gemarkeerde momenten. Jullie wisten niet, op het moment dat bekend werd gemaakt wie de kandidaten waren, wisten jullie dat niet? Wie het zouden zijn? Nou, ik vrees dat de verrassing voorop groter was dan voor mij. Het lag voor de hand dat Rob mee zou doen aan de procedure. Tenminste, dat werd algemeen wel verwacht. Ja. Dus je had er al min of meer op gereden. Het omgekeerde vermoed ik was niet het geval. Nee, ik wist het absoluut niet. Nee. En wat, weet je ik nog, wist wat, wel waar ik stond. Ja, toen je de naam Leen Verbeek hoorde. Ja, toen stond ik aan de keukentafel thuis. Maar kende je die toen naam? Toen moest ik even vasthouden. Ja, ik kende Leen wel. Bedankt voor het compliment, Rob. Ik kende Leen als wethouder in Houten. Dat is al lang geleden. En daarna ben ik hem uit het oog verloren. Ik heb er eigenlijk nooit meer van gehoord totdat hij... Oké, wat dacht je toen je het hoorde? Weet je dat nog? Nou, toen moest ik eerst goed nadenken. Leen Verbeek. Toen dacht ik... Verdorie, 2 PvdA's. Dat dacht ik. Dat dacht je. Je dacht niet Eitje? Nee, want het is geen eitje. Want kijk, en dat vind ik ook de insteek niet. Het stond in de keuken, ja. Ja, in dat opzicht had een eitje kunnen zijn. Nee, maar dit is een van de meest gerenommeerde cabaret-theaters van Nederland, het Parktheater. Ik heb af en toe geen microfoon, oké. Okay. Weet je, maar toen je het hoorde, was het meer een bevestiging? Van, ja, zie je toen wel? Toen ik aan de procedure begon, wist ik dat ik een tegenstander zou krijgen. Ja. Het zou volstrekt voor de hand liggen dat iemand van een zwaar kaliber zou zijn. Dus mijn eerste reactie was wel degelijk mouwen opstropen en aan de slag. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Nou, het is jammer voor jullie beiden dat de tegenstander Johan Flemmings die is geworden. Want dan was de strijd anders gelopen. Ik moet zeggen, ik heb het heel erg gewaardeerd hoor, met Leen samen de afgelopen. Ja. We zijn nu bijna aan het eind. En ik heb het ook heel erg gewaardeerd over wat wij in de stad tegengekomen zijn. Dus sommige groepen dan Johan Flemmings zouden misschien wel meegedaan kunnen hebben. Dan was het makkelijk voor je geweest. Ik vind dat wij juist hele leuke discussies gehad hebben. Hmm. En dat we ook met elkaar door die stad heen echt geprobeerd hebben om op een positieve manier elkaar tegemoet te treden. En dat is ook gelukt. Ja, en het is voor de kwaliteit van het referendum heel belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat de kandidaat die het gewonnen heeft, het ook echt heeft verdiend. Als iedereen het gevoel heeft van gelopen race was een eitje. Dan heb je een moeilijke start als burgemeester. Dit is een campagne waarin het echt ergens om gaat. Ik merk ook in de gesprekken dat mensen zich dat heel goed realiseren. En of het nu Rob wordt of dat ik het word. Hij kan altijd zeggen, en ik zal dat ook kunnen zeggen, degene die heeft gewonnen, heeft het echt verdiend. Want er is een echte campagne gevoerd. Dat is mooi. Wil je iets van? Stel, het is een ochtend later en je bent het niet geworden. Met welk gevoel sta je op? Dat zal ik je dan wel vertellen. Een kater, denk ik. Met welk gevoel sta ik op als ik het niet geworden ben? Hoe kijk ik dan terug? Ik ben apentrots dat ik mee mag doen in Eindhoven. Ik heb reuze plezier in de campagne. Ik realiseer me heel goed wat het risico is van winnen en verliezen. Ik zal echt niet in de put gaan zitten alsof de wereld instort als ik het heb verloren. Want er zijn nog mogelijkheden genoeg in de wereld. Ik ben zeer welkom in Purmerend. Men hoopt daar dat ik het verlies. Er ligt zo'n stapel werk op mij te wachten. Dus dan ga ik gewoon weer aan de slag. Nou, en dan heb ik een reuze avontuur beleefd. En dan vind ik het heel jammer dat ik niet naar Eindhoven mag komen. Want ik kom dolgraag. En ik zie dat er genoeg te doen is voor mij. Maar we moeten de boel ook niet dramatiseren. In dat opzicht is het echt anders in Utrecht. Dus ik vind ook de vertrouwenscommissie en de raad, die hebben ons uitgekozen als 2 kandidaten. En eigenlijk al gezegd, allebei zijn ze geschikt om burgemeester te worden. En vervolgens hebben we die campagne gedaan. Als ik terugkijk wat er in Utrecht gebeurd is, daar is men negatief naar die kandidaten gaan staan. Die kandidaten hebben zichzelf ook negatief neergezet. En ik vind dat we er met elkaar trots op mogen zijn hoe wij dat hier gedaan hebben. En er is dus geen enkele reden zoals Ralf Pans om na te trappen. Die heeft een boekje geschreven. Ik vraag me ook af of hij het geschreven had als hij gewonnen zou hebben. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Ik vind dat wij het en jullie het super gedaan hebben. Mooi. Nog één vraag. Hebben jullie zowel de winners als de verliezers speech al geschreven? Nee, ik heb er nog niks over op papier staan. Nee.
Ik schrijf mijn speeches sowieso niet graag. Ik spreek liever in vrijheid. Oké. Okay. Heren, ik moet zeggen dat wij van SPAM het heel fijn vonden jullie hier te hebben. We hebben getracht het wat te doen op een manier die misschien wat afwijkt van wat gewoonlijk te doen gebruikelijk is. Zijn er dingen die wij over het hoofd hebben gezien? Nee, we hebben nog 2 dagen, dus is woensdagavond nog het slotdebat. Ja? Ik zou mensen uitnodigen naartoe te gaan. Dinsdagavond, woensdag stemmen. En morgenavond heb ik mijn eigen slotdebat in Café Berlage. Daar is onder andere Gert Leers over modern burgemeesterschap. Wat mij betreft allemaal welkom. Oké. Okay. Nog een... is er ook nog een... Nee, het is allemaal... We gaan nog 2 dagen keihard er tegenaan. Voel je het ook als een gevecht? Jazeker. Ja? Ik heb de eerste dag al tegen Rob gezegd, Rob, je krijgt het niet cadeau. En zo zit ik er ook in. Oké. Okay. Heren, ik wens u een fijn gevecht verder. Ik bedank iedereen die hier gekomen is. Blijf nog even hangen. De heren blijven wellicht ook nog even schietsen aan. We zijn er 10 februari weer met SPAM. Take it away, jongen. Dames en heren, bedankt voor uw aanwezigheid. Dat u in zo'n grote getale bent gekomen. Ik wil u graag even voorstellen aan de SPAM-band. Op drums John Mazakkers. Op basgitaar Sjors van den Erebeemt. En nog eenmaal een waanzinnig applaus voor wat ons betreft de enige kandidaat voor het burgemeesterschap. Onze host en gastheer Rob Frank.